Giel Wagenaar, ik ben de voorzitter Stoomgroep West Zuiderpark en wij rijden al 49 jaar met miniatuurstoomtreinen. Zag het er toen ook al zo uit? Nee, wij zijn begonnen eigenlijk met het kleine stationnetje hier rechts op de achtergrond met een heel klein ovaaltje. Het nulletje? Het nulletje, ja, het echte nulletje voor de oude Hagenezen onder ons. En we zijn een klein beetje gegroeid in de afgelopen 49 jaar. Ja, en er zijn nu meerdere banen? Ja, we hebben 3 verschillende banen, bijna 5 kilometer spoor bij elkaar. En natuurlijk de klapper voor ons, de parkbaan door een groot gedeelte van het Zuiderpark. Ja, precies. Ja. Maar die is niet altijd open. Nee, daar rijden we met goed weer elke zondag op. En dat is de enige trein die hier ook met een echte dienstregeling rijdt en een apart kaartje. Ja. Oh ja, precies. Dat begrijp ik. Nou is het zo dat... dit moet ook allemaal georganiseerd worden, de treinen moeten rijden. Zijn jullie professionals? We zijn een vereniging, wel een professionele vereniging inmiddels. We hebben 65 leden die gewoon wel veel werk verzetten. Ja, het groen wordt allemaal gedaan. We bouwen alles zelf. Locomotieven, wagons, de wissels, de rails. Ja, we zijn hier 4-5 dagen in de week wel altijd bezig. Ja, zeker. Dat kan ik me voorstellen. En die treinen die hier rijden, hè? Kan je die zomaar op Amazon bestellen of op bol.com? Waar komen die vandaan, die dingen? Eigenlijk allemaal zelfbouw. Ook locomotieven worden vaak door leden of via de vereniging zelf gebouwd. Inmiddels Engeland zijn een paar bedrijfjes. Maar je praat dan wel over echt een middenklasse auto, locomotief om te kopen. En het bouwen, dat is echt gewoon de ultieme hobby. Ja, nou de tijd staat niet stil. Hè? En plotseling waren jullie een kermisattractie geworden. Ja, wij kregen eind 2022 een brief op de mat dat wij onder een attractiewet gingen vallen, de NVWA. Wij niet alleen, alle zusterclubs in Nederland kregen dezelfde brief binnen. En dan zie je de kracht van samenwerken. Die zijn gelijk georganiseerd, we zijn samen gaan zitten. Wat wordt er bedoeld? De media dook er ook bovenop. Daar hebben we wel wat last van gehad, omdat vooral de grote media... gelijk dacht van, we hebben weer wat te doen. Maar het viel eigenlijk op dat gebied mee. En VWA wou gelijk met ons aan tafel goede afspraken maken. Maar er moest wel wat gebeuren. Daar is een groepje uit voortgekomen, landelijk. Waar ik zelf ook in zat. En wij zijn gaan organiseren en inventariseren wat er moest gebeuren. Ja, en dat heeft bijna 3/4 jaar geduurd, waardoor wij niet konden rijden. Oh, dat is wel heel erg. Dus jullie waren gesloten voor het publiek? Wij waren ook echt gesloten. Er mocht ook geen publiek op het terrein komen voordat er ook echt daadwerkelijk gekeurd werd. Maar de keuring is goed uitgevallen? Ja, de keuring is goed uitgevallen. Inmiddels zijn gelukkig ook alle andere clubs gekeurd en mogen weer rijden. Wij waren de eerste in Nederland die weer mocht rijden. Maar ja, dat heeft wel een aanslag op je financiën, want... Een Eneco bel je en dan leg je het verhaal uit. Die gaan gewoon door met het afschrijven van water en elektriciteit. Want dat rijdt gewoon door. De verzekeringen draaien gewoon door. Maar er komen geen inkomsten binnen. Nee. De gemeente Den Haag heeft een klein stukje goodwill gekweekt daarin. In een stukje huur wat we dan dit jaar niet hoefden te betalen. Daar zijn we heel blij mee. Ja, wij zijn een crowdfunding begonnen. Daar werd ook goed op gedoneerd. En het mooie was toen we ook weer echt open gingen... Dan leek het wel of heel Den Haag bij ons op bezoek kwam. Dus daar waren we heel blij mee. Het is een bijzondere dag, eigenlijk een bijzonder weekend. Want wat is hier gaande? Wij hebben dit weekend internationale stoomdagen. Dat betekent dat wij heel veel bezoekers of deelnemers vanuit heel Europa hebben. We hebben Duitse bezoekers, Engelsen, heel uit Nederland. Komen lekker met een locomotiefje hier rijden. En we maken er één groot feest van. We hebben demonstraties in een grote tent. Er zijn wat handelaartjes met kleine modelbouwonderdeeltjes. Er staan mensen met stationaire oude ambachtenmotoren. Ja, we maken er één groot feest van. En dat doen jullie ieder jaar? Dat doen wij ieder jaar, ja. Heel mooi. En altijd met het weekend van Koningsdag. In 49 jaar hebben wij veel tegenwerking gehad, heel veel medewerkers gehad. Je krijgt ons niet zomaar klein hoor. Nou, dat klinkt fantastisch. Als mensen nou willen weten van oké, nou ik wil hier wel eens een ritje komen maken met de kinderen of met mezelf. Waar kunnen ze dan wat vinden? Wij zijn actief op Facebook, Stoomgroep West Zuiderpark. We hebben een website, die is nu wel aan vernieuwing toe vanwege alle andere regels. Stoomgroep West Zuiderpark, lokale media, wordt heel vaak wel stukjes over geschreven. Midden in het Zuiderpark, wel Hagenees, kent het Zuiderpark niet. Naast het oude ADO Den Haag stadion, nou, dat moet iedereen kennen natuurlijk. Wees welkom, de hekken staan open. Vrijwilligers willen altijd graag een praatje maken. En bezoeken, altijd leuk. En vrijwilliger worden, nog veel leuker. Geweldig. Bedankt voor het interview en veel succes. Dank u vriendelijk.